In mijn leven heb ik vaak genoeg de term inburgeringscursus voorbij horen komen. Maar wat houdt dat nou eigenlijk in? Wat is zeg maar de bedoeling dat mensen leren als ze hier zijn? Of als ze hier naartoe komen? Gelukkig kan je dat gewoon oefenen. Je hebt namelijk oefeningsexamens, inburgeringsexamen. Duo heeft oefenexamens voor schrijven, spreken, luisteren, lezen en KNM. Hiermee kunt u oefenen. Klik op een examen voor de oefenexamens. Laten we gewoon lekker gaan oefenen. Welkom bij het examenonderdeel Kennis van de Nederlandse Maatschappij. U moet in deze toets 40 vragen beantwoorden. Wilt u met deze toets beginnen? Klik dan op de start de toets knop. Nou prima, kom maar door. Amel en Hanna gaan samen een dagje naar Amsterdam. Hanna is al vaak in Amsterdam geweest. Amel is er niet vaak geweest. Hanna vertelt Amel over Amsterdam. Oké, prima toch? Twee mensen lopen bij Amsterdam. En wat zegt Amel Hanna? Amel en Hanna zijn een dagje in Amsterdam. Ja. Hanna vertelt dat Amsterdam de grootste stad van de Randstad is. Ja. Amel vraagt wat de Randstad is. Ja. Wat zegt Hanna? Wat zegt Hanna? De provincies Noord- en Zuid-Holland. Incorrect, dat is het niet. De stedenlijn Amsterdam-Utrecht-Nijmegen. Nee, dat is het ook niet. Een gebied met steden in het westen van Nederland. Ja. Ik ga daarvoor. Amel en Hanna zijn een dagje in Amsterdam. Ja. Amel wil ook graag naar de zee. Ja. Ze vraagt of Amsterdam dicht bij de zee ligt. Niet per se. Wat zegt Hanna? Een beetje. Het is een half uur reizen met de trein. Oké. Ja, Amsterdam ligt dicht bij de zee. We kunnen lopen. Zou het niet doen? Nee, het is een paar uur reizen met de trein. Een paar uur is volgens mij ook weer zo overdreven. Want even kijken, volgens mij de trein van Amsterdam naar Haarlem is echt super kort. En Haarlem is relatief dichtbij. Ik weet niet of het een paar uur reizen is. Maar toch wil ik zeggen dat het een paar uur is. Want je moet hoogstwaarschijnlijk van de trein moet je overstappen op de bus. En tegen de tijd dat je aan zee bent. Ah. Of nee, Zandvoort heeft zelf natuurlijk ook gewoon een treinstation. Dan een half uurtje. Ja. Mobba. Jan en Hanna willen misschien een flat kopen. Misschien. Ze willen geld lenen om de flat te kopen. Oké. Okay. Waarom gaan ze naar een makelaar? Gewoon zin in. Een makelaar helpt met verhuizen naar de nieuwe flat. Ja. Een makelaar helpt met het schilderen van de nieuwe flat. Een makelaar helpt met het zoeken en het kopen van een flat. Maar is een makelaar niet zo vanzelfsprekend zoals we denken dat het is? Want dit is toch een best wel een de vraag, zou je zeggen. Next! Jan en Hanna willen misschien een flat kopen. Ja. Ze moeten daarvoor geld lenen. Ja. Dan moeten ze elke maand rente betalen. Ja, dat is meestal bij een lening. Welke woonkosten moeten Jan en Hanna nog meer betalen? De kosten voor energie. Ja. De kosten voor huur. Niet van toepassing, want je koopt. Reiskosten. Nou, dat hoort niet per se bij je woning, maar zal vast wel van toepassing zijn. Kosten voor energie. Jan en Hanna willen misschien een flat kopen. Ze gaan dan geld lenen en elke maand €500 rente betalen. Oh. Hanna vindt dat erg veel. Jan zegt, maar we betalen niet alles zelf. Waarom zegt Jan dat? Nou, maar B en C zijn toch helemaal niet van toepassing, want dat is toch gewoon voor huurwoningen. Dus dan is het toch gewoon A. Krijg je geld terug? Wanneer is deze toets gemaakt? Wanneer krijg je geld terug? Zou ik geld moeten krijgen? Emma is de dochter van Hanna. Ze is bijna klaar met de basisschool. Ze gaat dan naar een andere school voor oudere kinderen. Bij welke school kan Hanna haar inschrijven? Ah, gewoon gelijk bij de universiteit. Ik vind het ook mooi hoe deze zeg maar gefotoshopt zijn. Kijk, universiteit had daar op zich kunnen staan. Staat daar natuurlijk helemaal niet, want dat is... What the fuck? HBO staat er ook niet op een gebouw. Het is voortgezet onderwijs. Lisa is de dochter van Ali en Zara. Lisa is 17 jaar. Ze zit op het VMBO. Volgend jaar wil ze verder leren. Bij welke school kan ze zich inschrijven? Bij het MBO, want ze komt van het VMBO af. Mo ziet een ongeluk. Een politieman vraagt Mo over het ongeluk. Hij vraagt een identiteitsbewijs van Mo. Wat kan hij het beste laten zien? Wat kan hij het beste... Nee, hou je smoel eens even. Nu doe ik het woord even. Wat kan hij het beste laten zien? Een bankpasje, een bibliotheekpasje of zijn paspoort? Hij kan het beste zijn paspoort laten zien. Mevrouw Van Dam doet onaardig tegen Zara. Zara schrikt ervan. Zara deed niks verkeerd. Wat kan Zara het beste doen? Een klacht indienen bij de directeur. Boos worden en mevrouw Van Dam geen koffie geven. Ja, 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 ja. Rustig blijven en tegen mevrouw Van Dam zeggen. Dit vind ik niet leuk. Het is hoogstwaarschijnlijk C. Of lekker een klacht indienen bij de directeur. Yo man, die oude tak in kamer 3C. Die haalt het bloed onder mijn nagels vandaan. Amel is zwanger. Amel en Mo praten over de geboorte
van de baby. Als de baby is geboren, willen ze een feest geven. Mo vraagt, hoe vieren Nederlanders de geboorte van een baby? Wat kan Amel het beste zeggen? Fucking oliebollen, man. Gelukkig nieuwjaar! Hoe vieren Nederlanders het? Beschuitenmuisjes. Wordt het nog steeds gedaan? Is dat nog steeds een ding? Volgens mij wel. Beschuitenmuisjes. Mo en Mirjam kijken televisie. Ze zien de koning van Nederland. Mirjam vraagt, wat doet de koning van Nederland? Ja, dat is de grote vraag die iedereen stelt. Dat willen we allemaal wel weten. Even kijken. De koning bepaalt waar Nederland geld aan uitgeeft. Dacht het niet. Volgens mij maakt hij het alleen bekend. Koning kiest de Nederlandse regering. Nee, heeft hij ook volgens mij weinig inspraak over. Ondertekent nieuwe Nederlandse wetten. Volgens mij is dat wel het geval. Zara en Fatma kijken naar het journaal. Het gaat over het bestuur van de provincie Drenthe. Ja, maar die bestaat niet. Fatma vraagt, wat doet dat bestuur? Niks. Wat kan Zara het beste zeggen? Ze bedenken waar nieuwe huizen komen. Ze maken wetten over bouwen en verbouwen. Ze zeggen of je jouw huis mag verbouwen. Nee, dat is de gemeente waar nieuwe huizen komen. Ze maken wetten over bouwen en verbouwen. Ik denk dat het meer wetten is. Zara en Fatma kijken naar het journaal. Het gaat over een overstroming in de provincie Limburg. Fatma vraagt, waar ligt Limburg? In het midden. Dus dikke vet Gelderland. Groningen of Limburg. Oh, lekker. Dat vinden ze allemaal wel erg lekker. De buurjongen van Hanna en Jan heeft een hond gekocht. Nee. De hond blaft de hele dag door. Hanna en Jan worden er gek van. Wat kunnen Hanna en Jan het beste doen? Bellen met das Polizei. Bellen bij de woning... met de politie? Nee, hou je smoel nou. Dat wilde ik zeggen. Bellen met de politie, klagen bij de woningbouwvereniging, praten met de buurjongen. Eerst praten, dan klagen, dan... Het zegt CBA. Dus lekker praten, oele. Hanna en Jan gaan verhuizen. Dat maakt natuurlijk veel lawaai. Ze gaan vroeg beginnen. Wat kunnen Hanna en Jan het beste doen? Van tevoren de buren even waarschuwen. Van, yo, we gaan een teringlawaai maken. Joejoe. Mo is in het ziekenhuis. Oh. Hij komt in de wachtruimte. Er is een balie met een medewerkster van het ziekenhuis. Bij de balie hangt een bordje. Eerst melden. Wat kan Mo het beste doen? Bij de balie de verwijsbrief laten zien. In de wachtruimte gaan zitten. Zeggen dat de dokter moet komen. Kan die dokter me even opkomen halen? Ja toch. Doe maar even die verwijsbrief. Mo is in het ziekenhuis. Hij zit in de wachtruimte. Er staat een bordje bij de ingang. De mobiele telefoon moet uit. Mo wil iets aan Amel vragen. Wat kan Mo het beste doen? Amel opbellen in de wachtkamer? Ja. De vrouw aan de balie vragen om Amel te bellen. Naar buiten gaan om Amel te bellen. Maar hij zit in de wachtkamer. Ja, gewoon even lekker naar buiten gaan, joh. En even melden bij de balie van, joh, ik ben even bellen. Zara wil als verpleegster werken. Lisa vraagt, moet je dan een diploma hebben? Zou ik wel doen. Wat kan Zara het beste zeggen? Ja, anders krijg ik geen baan als verpleegster. Ja, maar dat maakt niet uit welk diploma ik heb. Nee, maar ik moet wel goed Nederlands kunnen. Nou, dat is altijd bonuspunten. Eerlijk, B is af en toe wel eens van toepassing. Bij sommige, oké, niet specifiek bij verpleger of verpleegkundige. Maar bij sommige banen vereisen ze gewoon daadwerkelijk, zeg maar, HBO-denkniveau, zeg maar. Denkniveau van een bepaalde standaard. Maar dat zal bij dit niet het geval zijn. Dus ik zou zeggen, Amel werkt een paar dagen tot 6 uur. Ze is niet thuis als de basisschool van Malika uit is. Ze zoekt daarom opvang voor Malika. Waar kan ze het beste informatie vragen? Bij de buitenschoolse opvang. Tering groot basisschool erop gefotosoept. Bij een speelzaal of bij het kinderdagverblijf. Nu doe me lekker de buitenschoolse opvang weer. Ali heeft erg veel last van hoofdpijn. Hij heeft bijna elke dag pijn. Wat kan Ali het beste doen? Een afspraak maken met de huisarts. Afspraak maken met tandarts en afspraak maken met het ziekenhuis. Beginnen bij de huisarts en die gaat vervolgens googlen wat je symptomen zijn, wat je vervolgens zelf niet had kunnen doen. Ali hoest veel. Hij wil een hoestdrankje hebben. Hij vraagt Zara om de dokter te bellen. Wat kan Zara het beste zeggen? Hoestdrank kunnen we kopen bij de apotheek. Ik moet eerst de verzekering bellen om geld te vragen. Werkte het maar zo van, yo, Achmea, maak even €50 over. Ik zal een recept vragen bij de dokter. Voor een hoestdrank? Volgens mij, een hoestdrank heb je geen recept voor nodig. Dus volgens mij kun je die gewoon bij de apotheek halen. Jan is op zoek naar werk. Jan is al bij het UWV geweest. Jan vindt dit niet genoeg. Waar kan Jan het beste werk zoeken? Bij de gemeente, bij het ROC of bij het uitzendbureau? Dit oogt ook gewoon geen eens als een gemeentehuis, weet je dat? Uitzendbureau. Jan moet sollicitatiebrieven schrijven. Jan vindt dat moeilijk om te doen. Wat kan Jan nu het beste doen? Een cursus solliciteren gaan doen? Heel erg veel sollicitatiebrieven schrijven.
Nou, op zich. Iemand anders sollicitatiebrieven laten schrijven. Eerlijk, alles kan. Kan. Cursus solliciteren zou wel handig zijn als je daar tijd en financiële middelen voor hebt. Anders gewoon heel erg veel sollicitatiebrieven schrijven. Oefening baart kunst is natuurlijk ook een ding. En iemand anders laten schrijven. Ik bedoel, dan heb je wel een houvast, zeg maar. Dus alles is best oké. Maar A is hoogstwaarschijnlijk het antwoord wat ze zochten. Ali en Lisa doen hun administratie. Ali heeft post van de Belastingdienst. Oh nee. Hij moet belasting betalen. Ali heeft geen geld om belasting te betalen. Oh, dat is wel scheid. Wat kan Ali het beste doen? Bij de Belastingdienst vragen of hij later mag betalen, geld lenen bij een bank, wachten tot de Belastingdienst contact met hem opneemt. Terwijl hij gewoon letterlijk ligt te tukken op de bank. Wat een prachtige stokfoto's. Vragen of hij later mag betalen. Uitstelling van betaling is best wel gebruikelijk. Ali helpt Lisa bij haar administratie. Ali vindt dat Lisa's zorgverzekering duur is. Hij zegt, je kunt zorgtoeslag aanvragen. Bij welke instantie kan Lisa zorgtoeslag aanvragen? Bij de Belastingdienst, bij de gemeente of bij de zorgverzekering. Oeh, dat is bij de belasting, toch? Volgens mij bij de belasting. En dan kunnen ze naar aanleiding van je inkomen checken inderdaad. Van, yo, is dat nodig, ja of nee? Mehmet leest een folder van een politieke partij. Mehmet vraagt aan Mo, wat is passief kiesrecht? Wat kan Mo het beste zeggen? Wat is passief stemrecht? Andere mensen mogen op jou stemmen. Je mag alleen stemmen in je eigen gemeente. Je mag stemmen, maar niemand mag jou kiezen. Wat? Mehmet leest een folder van een politieke partij. Mehmet vraagt aan Mo, wat is passief kiesrecht? Passief kiesrecht? Eerlijk, ik weet dat ook niet. Passief kiesrecht. Ja, oké, zal wel. Zara en Ali praten over naturalisatie. Ze willen naturalisatie aanvragen. Ik weet niet wat het is. Naturalisatie aanvragen. Gemeente. Waarom zou je naar de politie gaan en waarom zou je naar de bibliotheek gaan? Gemeente. Ik weet geen eens wat naturalisatie is, maar het klinkt alsof je dat aanvraagt bij de gemeente. De buurvrouw van Amel kan niet goed lopen. De buurman kan niet alleen voor haar zorgen. De buurman vraagt aan Amel wie hun het beste kan helpen. Ik heb helemaal niet geluisterd naar de vraag. De buurvrouw van Amel kan niet goed lopen. De buurman kan niet alleen voor haar zorgen. Mm-hmm. De buurman vraagt aan Amel wie hun het beste kan helpen. Een verpleeghuis, het ziekenhuis of thuiszorg. Thuiszorg. De buurvrouw van Amel kan niet meer lopen. De buurman kan niet meer voor haar zorgen. Ze kan niet meer thuis wonen. Verzorgingshuis, next. Comtec heeft een personeelsvereniging. De vereniging zorgt voor gezellige bijeenkomsten. Mo gaat daar vaak naartoe. Hij vertelt waarom hij dat belangrijk vindt. Waarom vindt hij dat belangrijk? Dan kan ik afspreken wanneer ik met vakantie wil. Kan ik problemen bespreken met de leiding? Ja, maar is niet per se de bedoeling op zo'n feestje. En dan leer ik iedereen in het bedrijf kennen. Ja, zin in! Mo wil in de ondernemingsraad van het bedrijf. Hij vindt het belangrijk om lid van de OR te zijn. Hij vertelt zijn collega's waarom. Ik mag beslissen wie er wordt aangenomen als er een vacature is. Ik mag over sommige dingen meebeslissen, bijvoorbeeld over werktijden. Ik zie in de ondernemingsraad veel andere collega's. B en C, B en C, maar het is lekker B, 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 B. Sue is zwanger. Ze heeft erge buikpijn. De dokter zegt, u hebt wel heel vaak buikpijn. Oh nee. Dat is niet goed. Ik wil u doorverwijzen. Moet ik naar de huisarts? Maar ze is toch al bij de huisarts aan dit plaatje te zien? Sue is zwanger. Ze heeft erge buikpijn. De dokter zegt, u hebt wel heel vaak buikpijn. Nee, de dokter zegt het al. Ga maar even lekker naar de kinderarts. Ja, toch? Nee, gynaecoloog. Doe maar even. Sue is zwanger. Ze praat met haar man Peter over de baby en haar werk. Sue wil straks weer gaan werken. Ze willen graag opvang voor hun baby. Oké, kinderdagverblijf. Emma houdt een spreekbeurt in de klas. Haar spreekbeurt gaat over werken in Nederland. Emma zegt, er vertrekken steeds meer fabrieken uit Nederland. Een jongen vraagt, waarom gaan die fabrieken naar het buitenland? Dat er in Nederland steeds minder mensen zijn die werken. Enigszins klopt die wel. Oké, werken in dat vakgebied. Laten we het op die manier stellen. Fabriekswerk in het buitenland is vaak goedkoper. Emma maakt een werkstuk met 3 klasgenoten. Emma is de leider in haar groepje. Een jongen uit de groep wil dat niet. De jongen zegt dat meisjes geen goede leiders zijn. Yo, what are you, fucking sexist? Wat kan Anna het beste doen? Niet zeggen en bij een ander groepje gaan zitten. Zeg dat de jongen leider mag zijn. Zeggen dat meisjes even goede leiders zijn als jongens. C. Hanna ruikt gas in de keuken. Yo, dikke vette DJ. De aansluiting van het gasfornuis is niet goed. Wat moet Hanna eerst doen? Eerst? Als eerst zou ik de hoofdkraan dicht doen. En ik zou ramen en deuren juist open laten. Zodat het naar buiten toe kan gaan en
dan lekker bellen. De stroom is uitgevallen in de flat. Bel 112! Jan en Hanna zitten in het donker. Wat kunnen ze het beste doen? Want ze zitten in het donker. Energiebedrijf, ja. Zara is geslaagd voor haar rijexamen. Goed zo. Ze heeft haar rijbewijs nog niet aangevraagd. Mag Zara autorijden? Nee, want ze heeft technisch gezien nog geen aantoonbaar rijbewijs. En dat is volgens mij het ding. Jan en Hanna krijgen een brief van de woningbouwvereniging. In de brief staat: we hebben een nieuwe flat voor u. Jan en Hanna willen de flat graag van binnen zien. Wat kunnen Jan en Hanna het beste doen? Bij de nieuwe buren aanbellen, bij de nieuwe flat aanbellen. Ja, maar er zit niemand in. Naar de woningvrouw, een woningbouwvereniging bellen. Van, yo, zouden we naar binnen mogen kijken? See. Last but not least. Sue is op bezoek bij haar buurvrouw. De buurvrouw heeft kiespijn. Naar de tandarts. U bent aan het einde van het examen kennis van de Nederlandse maatschappij. Wilt u teruggaan naar de vraag? Klik dan op de nummers van de vraag of terug naar de toets. U wilt stoppen met het examen? Druk dan op stoppen. Dit is het einde van het examen. Het voorbeeldexamen kennis van de Nederlandse maatschappij bestaat uit 40 vragen. U moet minstens 28 vragen goed hebben. Dan hebt u het examen gehaald. Als u slaagt voor het voorbeeldexamen, heeft u een goede kans om te slagen voor het echte examen. Maar de uitslag geeft geen garantie. Het examen wordt nagekeken door de computer. Klik op inzien om uw antwoorden te bekijken. U heeft 95% van de vragen goed beantwoord. Dit betekent dat u geslaagd bent. Yes! Welke heb ik nou fout? Oh, wat doe ik hier? Even kijken. Opgave 12. Zara en Fatma kijken naar het journaal. Oh, dat was Drenthe met die bestuursleden. En ik zei wet over bouwen en verbouwen. Maar wat de fuck is het dan? Gegeven antwoord B. Ze vertellen niet wat het dan wel is. Is het dan wel A? Moet dan wel A zijn. Oh, what the fuck? Wat is dit? Mehmet leest een folder van een politieke partij. Oh, die passieve kiesrecht. Had ik C ingevuld. Je mag stemmen, maar niemand mag jou kiezen. Geen idee wat de fuck dat betekent, maar het is dan vermoedelijk B, denk ik. Weet ik niet. Nou, dat was het. Dat waren de twee vragen die ik fout had. Kan gebeuren, kan gebeuren. Ik weet ook weer niet hoe alles in elkaar zit. Maar technisch gezien ben ik ingeborgeerd. Nou, geinig om te weten. Dat was hem. Thanks voor het kijken. Twee video's daarnaast mij. Maak er vooral gebruik van. Graag tot de volgende keer. Tot ziens.